We kregen een moment met president Chandrika Prasad Santokhi en vroegen aan de president waarom hij een klacht heeft ingediend bij de PG dat de auteur van het boek Corruptie op het hoogste niveau moet worden vervolgd. Het boek is duidelijk dat het niet verder verspreid moet worden. Dus als u dat gaat verspreiden, bent u strafbaar. Ja, we hebben gezegd, het is onkan. De justitiële autoriteiten zijn de PG's ingeschakeld. Er moet justitieel ingegrepen worden. Er moet strafvorderlijk ingegrepen worden. Laten we daarbij laten. Hoe meer je over het boek praat, geef je invulling van het strafbare gedraging. Dat is verspreid. Dat is verboden. Okay? Het verbieden geeft u dus dan aan dat alles wat in dat boek staat geschreven niet correct is? Nee, hij heeft in strijd met de wet gehandeld. De wet is duidelijk. En hij gaat tegen de wet in. Die wet zal optreden. Begrijp je? Welke wet? De grondwet. Wetboek van strafrecht. Zoveel wetten zijn er. De mensen. Oh ja, vrije meningsuiting. Mag iedereen uitschelden en beledigen, mevrouw? Dat doet u niet, toch? We zijn goed opgevoed. Laat ons aan de opvoedingswaarden en normen houden. Oké? Okay? En als ze strafrechtelijke normen overtreden, wordt voor het gerecht gesleept. Zo werkt het systeem, zo werkt de rechtsstaat van Suriname. Oké? Okay?